Dit is een van de grootste malls van heel Amerika. En wat ze hier hebben is echt bizar. Bijvoorbeeld Nickelodeon Universe, een overdekt binnenpretpark. Daarnaast zit ook nog eens een overdekt waterpark van DreamWorks. Het was daar alleen echt compleet uitgestorven. Een ijsbaan, er lag alleen geen ijs. Angry Birds minigolf, zag er ook leuk uit. Je kan er ook nog lasergamen, blacklight minigolven, naar Sea Life, een eigen teddybeer maken, skiën. Vergeet de skipiste niet. Je hebt er ook echt heel veel plekken om te eten, maar wij hebben wat gegeten bij Mr. Beast Burger. En met toeval kwamen we ook nog eens langs een binnentuin. Dus ja.